Shoppingcenter. Dat is een vrij groot winkelcentrum in de buurt van Antwerpen. En het leuke daaraan is dat je voor de deur kan parkeren. Want ik heb een godsgruwelijke hekel aan als ik de stad inga en ik kan nergens mijn auto bijt. Ik heb namelijk een babyshoot gepland. En een babyshoot is dus eigenlijk een foto met een zo dik mogelijke buik. En ik wil daar gewoon graag wat mooie kanten lingerie voor kopen. Een mooie kanten badjas. En de shoot is gepland over een weekje of vier. Maar ik had nu even de tijd. Dus ik denk ik rij even naar het winkelcentrum om me vast te oriënteren wat ik tijdens de shoot aan ga doen. Kijk, zo'n beetje dit. Dat is Chloe Kardashian volgens mij. Snap je wat ik bedoel? Zo'n beetje met zo'n BH'tje. In welke maat? Nou, vroeger had ik small. Ik weet niet hoe dat volgende maand is, maar het zou best naar medium uit kunnen lijken. Misschien wel. Ik sta wel met dit over. Heel mooie kleuren. Ja, dat staat wel mooi mee. En welke set? Dat oker of met dat zwart kan natuurlijk ook, want dan breekt dat wat, hè? Dankjewel. Nee, dat zat ik eigenlijk. Die hoort erbij, denk ik, hè? Deze? Ja? Ja. Of hoort dit erbij? Ja, dat kan ook. Een beetje bloot, of niet? De gewone slips hangen daaronder, zo. Nou, het is ook wel voor op social media en zo, dus ik moet natuurlijk niet van Instagram gegooid worden omdat ik half naakt opsta. Maar deze vind ik wel, dit vind ik wel echt gezellig, denk ik. Ja. Wacht, ik. En wat heb je nog meer? Dit oké, ja, dit hou ik even in gedachten. Oh, en wat is dit? Dat is een jumpsuit, helemaal aan de kant. Heel leuk. Heel leuk, ja. Ja. Oké, dus we moeten eigenlijk even hier verder kijken. Nee, dan doen we dat wel even. Wat, Hier hangt heel veel kant tussen ook. Wat doe je hieronder? Het is toch moeilijk zo op de foto te gaan. Op zich wel even iets onder. Het lijkt me goed. Misschien zo'n driehoek BH'tje. Mm-hmm. Leuk je niet? Of is dat weer zonde? Want dit zijn wel. Oh ja, nee, dit is weer zo. Nee, dat is weer niet mooi. Mm-hmm. Ik zit elke keer naar S te grijpen, maar dat was vroeger. Ik denk ondertussen naar M moeten uitwerken. Dit is M. Wacht, misschien moet ik juist zo een gezonder kant juist doen. Denk je niet? Kan ook. En eens kijken. En dan met een heel dun BH'tje ook met zo'n dun bandje. Ja, ik ga eens kijken. En dan met van die driehoekjes. Ja. Even kijken, heeft een paskamer vrij? Oh, ja, perfect. Oké. Okay. Ja. Nou, dan ga ik even passen. Dat is niet voor de pers. Doei! Even kijken, hoe ga ik dan op de foto? Oh my god, ik vond altijd zo stom vrouwen die dit deden, maar ja, dat doe ik het ook.
Die lingerie is echt fabulous. Wie daar kopen? Even kijken. Ja. Nou, die buik die komt nog niet goed hoor. Oh god. En ik moet nog 4 maanden. Ik denk dat ik dan nu het winkelcentrum niet meer in pas. Oké, wel, sowieso wel. Oké, nou, dit is set nummer 1. Akkoord, Manal? Yes, akkoord. Ja, oké. Ja? Vind ik misschien een beetje SM. Ja, ik vind het mooi. Echt mooi. Ja? Heel mooi. Echt? Echt waar. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind die rand hier niet zo mooi. Wanneer hebben mensen dit aan? Ik zie mezelf al zo in huis. Oké, nou ja, pak je dan even. Ik denk dat alles kapot knikt. Nee, dit is niks voor mij. Dit is niet leuk. Nee, dit is... Tamar. Misschien ook omdat het zo losjes zit. Ja, dat... Zo... Nee. Nee, ik heb nog iets anders moois zwart. Dus die doe niet anders. Mm-hmm. Die vind ik mooi. Vind je die mooi? Ja. Jij niet? Weet je wat ik hiervan vind? Kijk, ja. ik ben nu verwend door deze set. Maar dan lintjes. Hebben jullie die nog meer van andere kleuren? Nee. Dit is de enige. Mm-hmm. Ja. Kan je zelf zien, maar ik denk dat... Hoeft niet precies hetzelfde te zijn, maar ik vind dit zo mooi, zodat de kant op je buik valt. Deze is wel leuk hoor. Ja. Mooi. Ja. Ik vind de kleur mooi. Ik vind het zo een beetje zo'n moedermodel. Zo'n borstvoeding BH. Weet je niet? Nee. Heb je die verder maat? Ik vind dat wel goed. Die ik heb een zwarte kant. Een zwarte kanten badjas wil ik. Ja. Daar moet een zwarte set bij. Ook met zo'n leuk bralletje. Hoe jij dat zo gezellig kan doen. Wat vind je van dit? Ja, maar ik kan die in het zwart. Deze hebben wij niet in het zwart. Niet in het zwart. Nee. Jammer hè? Ja. En deze bralletje doen? Ik vind Engels schitterend, dan ben ik het. Ik vond deze leuk, die zwarte. Ja, want ik heb nu een soort van porno set hier onderaan. Die tape ik eruit. Maar dat is niet de bedoeling. Komt ook zo naar buiten. Deze vind ik leuk. Vind ik weer iets te sportief. Zijn dat de enige bralette? Hier hebben we nog niet gekeken. Nou, ik heb dus... Ik heb dus nu, even kijken, ik heb nu deze dus aan, maar daar komen je tepelhoven komen eruit. Deze dat ik een van de potloodventer ben. Zoiets bedoel ik. Heb je die in een grote maat toevallig? Dat zijn al onze laatste maten die we hebben. Alles hangt door elkaar heen zeker? Ja. En nee, roze heb ik natuurlijk al. Ja. Maar dit is perfect, alleen ik heb maat olifant tegenwoordig. Dus die past ook niet meer in extra small. En zoiets? Wacht. Ik neem dus die zwarte kanten, badjas. Ik vind het een beetje sportief, snap je? Ja. Oh, ik dacht echt dat ik hier 5 minuten binnen zou zijn. Wat heel irritant is. Is leuk, hè? Is leuk. Oké, nou, ik ga even naar binnen voordat ik word opgepakt. Okay.
Dat is mooi. De Wallis heb ik een vlies pyjama aan met van die bodystockers. Dit is mooi, hè? Ja, is heel mooi, ja. Oké, dus dit is set nummer 2. Set nummer 2. Ja, en dan doe ik nu de rode aan. Wacht even, okay. Zal ik vast aan jou geven wat ik wil hebben? Zeker. Ik heb hier deze. Helemaal overzicht kwijt. Oh ja, ja. Dus dit is, die wil ik hebben. Ja. En deze ook? Ja. Is ook leuk. Ja, ook wel leuk, ook een beetje mooi. Ik vind hem wel leuk. Mooi, hè? Het is een keer wat anders. Nee. Is het niet raar dat je zo... Is dat normaal dat je een pregnancy shoot, dat je op je ondergoed zit? Eigenlijk? Wat bedoelt het? Ik of normaal is. Zo. Als je zo op de foto gaat, als je zwanger bent. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Bestaat. Zo, nou, vandaag is de grote dag. Ik ben zojuist aangekomen bij de studio van Katja Baron. Katja Baron kunnen we er ook noemen. En zij is een hele leuke fotografe die echt gespecialiseerd is in studio shooting. En dan met name shooting van vrouwen die hoogzwanger zijn. Nou, ik ben nog niet hoogzwanger, maar ik had zoiets van ik wil zolang ik nog in proportie ben wat vroeger in de zwangerschap de shoot plannen. En mijn buik is al dik genoeg om echt wel op beeld te laten zien dat er een kindje in mijn buik zit. En ik heb haar gekozen omdat ik haar een aantal keren was tegengekomen op Instagram. En ik vond de plaatjes die ze maakte gewoon ontzettend mooi. Dus ik heb natuurlijk wat geshopt voor de styling. En als het goed is heeft zij ook allemaal hele mooie outfits om zo mooi mogelijk beelden te schieten. Dus ik ben benieuwd. Is natuurlijk een hartstikke leuke herinnering om te hebben. En ik zal natuurlijk ook nog even in mijn vlog haar contactgegevens vermelden. Want in principe wil je echt mooie foto's van de periode dat je zwanger was. Ja, dan is dit natuurlijk wel een hele leuke herinnering om voor eeuwig vast te leggen. Tot zo. Oh, nou, dit is Katja en haar assistente. Katja, we willen je allemaal heel graag ontmoeten. Nou. Katja is een hele bekende fotografe aan het worden. Want zij heeft bijvoorbeeld Nathalie Kroese en haar kindje op de foto gezet onlangs. Nathalie Kroese is een hele bekende blogger / vlogger. En dan hebben we hier natuurlijk Shanna met haar zwangerschapsshoot. En dat is haar man, neem ik aan. Oh, ik wist niet. Ja, ik hou dat allemaal niet meer bij. Ik ben daar te oud voor. En dit zijn een beetje de beelden die zij schiet. Dus het is op zich wel heel erg mooi. Nou, ik kreeg Hans niet zo ver om mee te gaan. Dus het wordt ik alleen op de foto. Maar als ik dit zo zie, dan gaat dat helemaal goed komen. Spreek je jouw naam uit, Baron of Baron? Oh. Heel leuk artiestennaam, Katja Baron. Ja, werknaam van Baron. Ja, zeker. Hey, en vertel, wat gaan we doen? Want ik heb nog nooit zo'n shoot gedaan. Ja. En ik zie wel allemaal hele mooie beelden voorbij komen. Ik heb natuurlijk wel wat styling allemaal meegenomen. Maar ik had begrepen dat jij ook voor leuke outfits kan zorgen. Dus vertel, wat is het plan? Nou, ik heb je een linkje gestuurd met wat dingetjes die ik boven heb in de studio. Mm-hmm. We kunnen nog eventjes gaan kijken, zeg maar, wat ik daar heb. Je ziet daar natuurlijk ook al wat foto's hangen. Ik heb doeken, satijnen doeken, witte doeken, doorzichtige, niet doorzichtige. Ik heb kantenjurken, bodies. Ja? Eigenlijk voor ieder wat wils. Okay. Stoere dingetjes, maar ook wat sexier. Je hebt dingetjes ook zelf meegenomen. Dus het lijkt me dan handig om even te kijken wat je zelf hebt meegenomen. Ja. En wat ik heb en wat je graag wil hebben. Want sommigen vinden zeg maar kant heel mooi, de anderen vinden dat te romantisch eigenlijk. Anderen willen gewoon meer een spijkerjasje met een boots zeg maar erbij hebben. Nee, ik hou wel van een beetje luxury. Ik zag wat cold dingen, cold bodies, maar dat is niks voor mij. Want mijn hele gezin is opgeblazen van de zwangerschap. Dus als ik er ook nog een cold zou, dat vind ik geen idee.
Maar ik vind wel, wat ik zelf heb gekocht, zijn wat lingerie setjes. Ja. Met ook wel zo'n kanten badjasje er ook omheen en zo. Dus ik hou wel. Ik zou er dus mee bezig. Ik heb gekocht het met roze en op zich drie leuke setjes. Want hoeveel sets gaan we schieten? 3 tot 4 ongeveer. Oké, okay, dus drie verschillende. Ja. Ja, we hebben 4 verschillende outfits nodig. Ongeveer. Ja, dus oké. Okay. Ik zal nog even laten zien wat ik zelf heb meegenomen. Ik weet helemaal niet wat mooi is hoor, want ik ben ook geen stylist, maar ik hoop niet hoor. Ik vond het ook nog wel vrij moeilijk, want ik draag altijd hele normale lingerie. Dit was even heel iets anders. Ja, zeker mooi. Dit is als het heel warm buiten is, dan is het hier nooit. Dus nee. Dit draag ik niet. Maar ik vond het wel mooi voor de shoot. Dus ik had een roze set. Ja. Het is een hoge broekje of niet? Ja, het is een hoge broek. Ja, is niet mooi. Goed? Ja, heel mooi. Oh, oké. Okay. Ja, mooi. Dat is zo, dat is wel heel naakt. En ik had dan een zwarte shoot. Ja. En een rode groen. Dus zwart, rood en roze. Ja, zo'n dingetje. Ja. Allemaal bij de Hunkemuller gekocht. Heel leuk. Dus ik denk, nou, perfect. Dat is... En wat had je in gedachten wat je bij mij gezien hebt? Ja, nou, het is geen kooltrui. Ik had niet een kooltrui. Dus dat is bij sommige mensen heel mooi, maar ja. Ik ben daar denk ik een beetje te rond voor. Ik wil zo min mogelijk rond dingen altijd. Kantenkimono zijn meer ook voor moeder-kind shoot. Dus niet alles is geschikt zeg maar, voor een zwangerschap. Oké. Okay. Ik heb... Zwart heb ik natuurlijk al zo. Ja, zwart is ook wat we zouden kunnen doen is bijvoorbeeld iets met een satijnen doek. Dus met het wapperen zeg maar. Ja. Ik weet niet of je met de ventilatie. Met de ventilator inderdaad. Kijk, daar zie je zo'n silhouette foto. Oh, ja. Hier zouden we iets mee kunnen doen of iets met een niet doorzichtige satijnen doek. Ja, zo'n doek vind ik altijd wel mooi. Even kijken, wat zie jij bij mij? Want ik zie veel zwart-wit foto's bij jou, maar ook veel beige-achtige nude tinten. Maar ja, normaal heb ik een kleurtje, maar ja, het is natuurlijk al 8 maanden slecht weer. Dus nu heb ik een wittige huid, zeg maar. Wat is wijsheid? Ik denk dat je wel mooie dingetjes mee hebt. Ik denk dat we die het beste kunnen gebruiken. En het enige wat ik eigenlijk nog mis is een witte set. En een witte set zou op zich best wel ingevuld kunnen worden door een doek, door een silhouet. Waar het doek mooi vliegt, zeg maar, naar achteren. Ja. Zoiets. Ja, of we doen een witte set inderdaad. Want ik zag dat je een hele mooie witte badjas had. En één doek erbij. Kan dat? En dan een beige, zo'n beetje zo'n topkleurige doek die dan wappert. Ja, dat is een bordje, maar die is een bordje. Nee, ja. Oké. Okay. Weet je wat ik nou niet mee heb van mama? Dat is niet. Oh, oké. Okay. Nee, okay. Het is niet een beetje ordinair dit. Nee, ik ga even een zijkant op de foto doen. Kom zo meteen goed. Als je het ordinair vindt, dan doe je hem zo meteen ook een beetje dit. Ja, de borsten die zijn ook verdubbeld de laatste 2 maanden. Dus dat geloof ik. Maar daarna is het net zo hard weg hoor, als je geen borstvoeding gaat geven. Oké, okay, dus we beginnen staan. Ja, we gaan beginnen staan. Ja. Heb je ventilator? Heb ik. Oké, okay. Misschien een idee dat mijn haar, want anders heb ik heel zwaar haar. Er zitten heel veel haarstukken op mijn hoofd. Dus, maar dat kan op de foto kan het wat zwaar overkomen. Dus dat we het een beetje laten wapperen. Zeker. Ik had modellen in de jaren 80 en hadden altijd een ventilator. Ja, ik heb hem niet zo heel lang geleden aangeschaft en ik gebruik hem wel vaak. Ja, ja. Maar niet op alle foto's hoor. Maar als je het. Is het wel koud? Dus ik heb het idee van mij nog eens. Ja, nee, geeft niks. Ons voor de foto. Je mag je 1 week iets meer ervoor zetten. Ja. Ja, en dan mag je allebei de hand op je buik. Ik kan al iets meer aan de zijkant. Ja. Mag ik een beetje wegkijken hier? Sorry, ik heb kaartje erin zitten. Ik heb ook pauze. Ja, dat niet. Yes. Andere set? Ik ben zo blij dat ik geen model meer ben. Het is vermoeiend, hè? Ja. Als je zwanger bent. Gezellig.
die blauwe plekken kan je wel lekker. Ja, zeker. Dat is wel geen probleem. Oké, nou, ik stel voor een andere set. Je bandjes ga ik wel laten zakken. Ja, toch. Geen probleem. Oh, ik kan die buik er natuurlijk uit. Dus ja, de buik moet eruit, inderdaad. En dan die hand op de buik. Buik, ja. En dus kan je hem ietsje lager vasthouden dat het binnen niet zichtbaar is. Ja. Oké. Mag ik nu even naar beneden kijken, naar de buik. Ik denk dat je ze niet echt ziet. Ik denk dat je ze echt ziet. Okay. Omdat ze klit, zeg maar, dan wordt het anders. Dan worden ze maar, maar misschien ook niet, dat durf ik niet, niet te zeggen. Maar... Of vind je dat te sexy? Dat gaat wel lukken hoor. Ik hoop dat ik er nog overheen kom dan. Oké, dus ga je zitten? Ja, ja. Hoe ga ik zitten? Zijn je? Kom je hier naar voren? Ja. Ja, en lukt het met je voet, nee niet helemaal naar voren hoor, mag je kwartslag gedraaien. Oh, ja. Lukt het met je voeten plat te gaan? Met mijn voeten plat? Ja. Weet je wat ik heb? Zo'n kramp. Kramp. Dus ik schiet elke keer in de kramp, dat ga je als het niet zwangerschap zien. Ja, dan zal ik zo'n zwangerschap. Nee, komt goed. Ja. Ja. Als het kramp is, dan kom je weer. Als het kramp is, dan geef ik de geel. Het staat bij hoor, hoe het licht is. Maar cellulite uit beeld? Ga je wegshoppen, hè? Ik heb sinds kort ook cellulite. Daarvoor heb ik nooit gehad. Ja, oké. Hand op de buik. Hand op de buik, ja. Ja, en niet te veel naar achteren leunen, een klein beetje naar voren. Want ik gewoon naar beneden kijken naar de buik. Ja. Ik zie niet uit een walrus. Nee hoor, ik ben ver van. En dan laat de handen en dan ogen dicht. Ik voel me namelijk bij de walrus. Op deze manier. Oké, okay, nee, je ziet er heel mooi uit. Is het niet je goede kant, hè? Oh, nee, ja, net wat het beste licht is. Ja, dit is wel het beste licht. Goede kant is het. In principe, hij kan ermee door. Als dit het beste licht is, ga ik gewoon zo zijn. Ja. 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 Oké? Okay. Yes. Dan kijken hoor. Een klein beetje naar achteren. Ja. Vind ik wel leuk dat we ook iets anders hebben. Ja, het is niet dat ik heel veel doe, maar het is wel even anders voor jou ook. Ja, toch? Ja. Nou ja, wel leuk van die vrouwen die... Die er zo uitzien. Die er zo uitzien, die er zo bij lopen. Af en toe denk ik ook van, had ik dat maar, dat ik er zo bij kon lopen. Ik vind het echt steen koud. Ik denk dat mijn vriend zich ook dood zou schrikken als ik ineens zo pas ik ineens zo goed zou staan. Ja, nu kom ik in. Kijk, ik heb een klein beetje zo op die kant op. En filmen. En filmen. Ja, filmen. Even kijken hoor. Zien jullie niet naar twee of zo? Ik mag het niet misschien gewoon een keer. Ja, ik kom ook meteen aan de knieën recht. Ik recht? Ja. Knieën recht? Ja. Uitstrekken. Ja, mooi. Oh, het was super gaaf. Ik ga helemaal nooit niet kunnen kiezen. Er zijn twee outfits verder. Ik heb wel 20 foto's uitgekozen. Gelukkig maar. Gelukkig heb je iets te kiezen in plaats van niks. Dat is een goed teken. Als straks mijn kindje is geboren, dan kom ik ook bij je. Leuk.
Van harte welkom. Als mijn kindje mooi is natuurlijk. Natuurlijk wordt hij mooi. Oké, okay, nou het is inmiddels donker en ik ben hier nog niet weg. Arme Katja, je wil me vast nooit meer zien na vandaag. Jawel hoor. Even kijken. Is deze is het geworden. Die, maar die ga je natuurlijk nog bewerken. Deze vond ik heel mooi. En deze vond ik heel sereen. En ja, die vond ik ook heel gezellig. Vond ik heel fashion. Vond ik lekker dramatisch. Vind ik leuk. Dit vond ik, ja, ik denk dat je hier wel wat moois van kan maken. Die vond ik heel gezellig. Die vond ik ook wel boeiend. Vond ik ook leuk. Favoriet was dit, hè? Dit was de favoriet. Dus daar ben ik heel blij mee met die. En deze hebben we voor de gezelligheid erbij gedaan. En hier ga je mijn benen langer maken en dunner. Dunner ook? maar sowieso maar dunner. Ik ga je nog mooier maken dan dat je bent. Oh, nou dat is het motto. Nee, dat komt helemaal goed. Zo, nou ik ben inmiddels thuis na een vrij lange dag. Over het algemeen doet Katja er stukken korter over. Maar ik ben natuurlijk zeer kritisch en nooit tevreden. En ik wilde meteen na de shoot de beelden uit gaan kiezen. Want ik wilde heel graag heel snel de foto's. Want ik vond het leuk om in deze vlog te verwerken. Of course. Dus zij heeft mij beloofd om dit weekend ook de foto's te gaan bewerken met Photoshop. Dat is bij de prijs ook inbegrepen. Trouwens gaat ze ook een heel mooi album aanleveren. Dus ze drukt ook echt de foto's voor je af. Dus ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk om te hebben. En misschien in mijn geval ben ik ook maar één keer zwanger. En dat wil je natuurlijk toch vastgelegd hebben. En het leuke aan Katja vind ik dat ze vrij expressieve foto's maakt. Ik zag mezelf toch niet in een tuin staan met een bloemenkrans om mijn hoofd of met een jeans en Timberlands aan. Dat is toch niet ik. En ja, Katja die heeft wat dat betreft een vrij uitgesproken styling. En dat is toch iets wat ik graag terug wilde zien in de maternity shoot. Nou, wat misschien ook wel even leuk is om te weten, dus voor aanstaande mama's. Ze hebben ook een hele leuke mogelijkheid om een newborn shoot te doen. Dus dat staat ook op mijn verlanglijstje. En dat doet ze wel vanaf 6 maanden. Dus je kindje moet wel echt 6 maanden zijn. Ja, ik denk dat zie ik ook wel zitten om te plannen. En je kan er dan voor kiezen om bijvoorbeeld je kindje alleen te fotograferen. Maar bijvoorbeeld ook met je partner. Of ja, ik denk niet dat dat in mijn geval gaat gebeuren. Maar in ieder geval een leuke foto met mijn kindje en mij. Ja, oké. Okay. Ja, even scherp stellen. Ja, nou ik ben in ieder geval heel erg blij mee met de beelden die zijn geschoten. En mocht je zelf interesse hebben om met Katja te shooten, dit is in ieder geval haar website. En haar Instagram account staan ook vrij veel foto's op, vrij veel beelden op van BN'ers die ze ook heeft geschoten. Dus op zich is het geen onbekende in het vak. En ik vond het heel leuk met haar te werken. Dus ik hoop dat jullie dit van mij als tip kunnen meekrijgen. Mocht je ook een keer zo'n shoot willen plannen, dan ze is tamelijk volgeboekt. Maar dan is zij zeker de moeite waard om te boeken. Zo, nou ik heb er serieus voor mijn gevoel een fulltime baan bij sinds ik zwanger ben. Want ja, er moet gewoon heel veel geregeld worden. We hebben natuurlijk de babykamerinrichting gehad, de maternity shoot. Nou, natuurlijk alles qua regelgeving overal omheen regelen. En ik dacht, nou het is bijna eind in zicht. Alles is bijna besteld en geregeld. Alleen het enige waar ik nog niet aan toe ben gekomen waren de geboortekaartjes. Ik had me er al wel wat in verdiept. Wat zijn nou echt mooie geboortekaartjes en wat voor stijl heb ik in gedachten. En nou ja, dit is werkelijk zo moeilijk. Want de meeste geboortekaartjes vind ik echt niet mooi. Vind ik kinderachtig vormgegeven. En ik heb toch wel een beetje een beeld hoe ik mijn geboortekaartjes zou willen.
Dus ik heb een post geplaatst op Facebook en er kwamen heel veel reacties uit. Het schijnt dat de papeterie in Antwerpen een hele mooie zaak is die gespecialiseerd is in geboortekaartjes. En waarschijnlijk ook de stijl kan ontwerpen die ik graag wil. Dus ja, daar rijd ik dan nu naartoe. En ik zou zeggen, op naar Antwerpen en ik neem jullie gezellig mee. Ah, dus jullie maken de kaartjes zelf? Het is niet van custom made firma of zo? Nee, dus wij hebben de twee. Dus, wij, yeah. dus je kan dus de kaartjes dan samen met de mensen ontwikkelen. Yeah. Of er zijn ook mensen die zeggen van ja, nee, we hebben een standaard kaartje dat we graag gedrukt hebben. Dus dat kan ook allemaal. Oké, leuk. Nou, zal ik dan even uitzoeken wat ik mooi vind, ja, zeg maar? Oké. Okay. Ja, helemaal goed. Ja, nee, wat ik het mooiste vind aan aan een kaartje is wel dat het zo'n dubbelkaartje is die open kan staan. Ja. En ik had een bepaalde papiersoort in gedachten. Het is een soort van, er zit wel een kleine glinstering overheen. Een beetje paroolmoerachtig. Ja. Het is vrij glamorous, zeg maar. En ik vind zeg maar zo dat geschreven lettertype, zo schuim, dat vind ik wel heel chic. Dus eigenlijk een beetje zoiets. Ja. Van die hele kinderachtige lettertypes, dat vind ik niks. Ik ga even in het staalboekje nemen met die glinster, dat kan ik niet direct zien. Zoiets waarschijnlijk. Is dat zoiets? Nee, er zit een vrij intense glans overheen. Wacht, volgens mij. Zoiets. Nee, is dat zoiets? Ja, dit zoek ik een beetje. Ja. Vind ik wat gezelliger dan dat. Ja. Dat kan ook goed. Kartonachtige. Ja. En heeft u een voorbeeld van dubbele kaartjes? Ja. Het is een gedoe hoor, dat vloggen, maar mensen vinden het wel leuk om te zien. Dus even kijken, ja, dat is inderdaad een dubbel kaartje dan. Hè? Ja, ja, dat vind ik wat gezelliger. Zie, dan heeft u met een andere lettertype ook nog. Die zijn denk ik heel wijzig. Nee. Okay. Nee, is niet omdat die dubbel zijn. Nee, want die dikkere kartons zijn zeker. Zie je, dat is ook nog eentje. Dat is bijvoorbeeld wel iets prijziger, omdat hier zit u met een goudfolie. Oh ja. Dus ja. Die zijn wel iets duurder. Ik hou wel van goud in principe. Ik vind het mooi goud en een beetje dat nude kleurige, dus dat papier wat u net liet zien. Dat vind ik denk ik mooi. Even kijken, ja, het is echt zo lastig. Het is om alles uit te kiezen en dergelijke. Even kijken hoor, wat vind ik nog meer leuk. En de enveloppen, kunnen die ook een beetje in dat satijnachtige? Ja, in dezelfde kleur ook. Hè. Het is eigenlijk gewoon dezelfde kleur als uw kaartje eigenlijk. Zie je, dus bijvoorbeeld ook een dubbel. Nee. Even kijken. Qua papiersoort vind ik dit heel mooi als kaartje. Light gold. En dan de envelop een beetje in zandkleur. Er zit ook een beetje een glinstering in. Dus nu is het even noodzakelijk dat we het formaat gaan kiezen, denk ik. Dus dan heeft u eigenlijk, dat is, ja, je weet niet, u stuurt de kaartjes vanuit Nederland of vanuit België? Nee, ik woon nu in Brasschaat. Nee, dus dan is dit het grootste formaat dat u met een normaal posttarief kan opsturen. Okay, dus zonder extra, dus heeft dit formaatje. Ja, ik doe wel een beetje een grote kaart, een beetje indrukwekkend iets. Dus dan vind ik dit wel een mooi formaat. Ja, dus dan is dit eigenlijk een heel mooi formaat. Oké, okay, Dus dat is een formaat 17 op 11,5, dus open 34 op 11,5. Dus dat is een heel mooi formaat. En, wat en daar voor, heeft u de envelopjes dan bij. Formaatjes, envelopjes hebben dan formaat 18 op 12. Oké, En
Wat voor letters gaan we erop doen? Zijn dat dan zwarte letters? Of? Ik zou de voorkant, als u graag goud heeft, dan zou ik bijvoorbeeld de naam in een goudfolie doen. Hier heeft u, dat is bijvoorbeeld ook het glinsterend papier, maar een donkerder, dus dat de voorkant bijvoorbeeld de naam in goudfolie komt. Ja, oké. Okay. Ja, dat vind ik wel mooi inderdaad, dat goudfolie. Dit is nu een roségoud, maar dus ik kan het perfect ook in het geelgoud hebben. Omdat ik denk bij die kleuren is het geelgoud, wel mooier. Hè? Ja. En dan de tekst aan de binnenkant zou ik dan in een zwart. In een warm grijs, want zwart is nogal hard. Okay. Dan zou ik een warm grijs nemen aan de binnenkant voor uw tekst. En dan heeft u een heel mooi kaartje. En dan qua lettertype, zegt u van ik heb graag iets geschreven, maar u had daar juist het klassiekere lettertype, zoiets, hè? Ja, ik ben wel van die kinderachtige kinderlettertypes, dat vind ik niks. Dus ik vind dat het een beetje zo wat schuin geschreven is, dat vind ik toch iets meer mijn ding inderdaad. En dan is het gewoon een kwestie van dat je zegt van dat zijn de naam, dan maken we u de proefjes en dan kunnen we nog altijd de lettertypes en zo aanpassen, hè? Oké. Even kijken, dus we beginnen met de cover met dat schuin gedrukte lettertype. Even kijken, dat was... Ja, zoals dit. Zoals dit lettertype. Dus dat komt op de voorkant. Ja. Dan slaan we het kaartje open. En dan zetten we aan deze kant eventuele cadeautip. Dan aan de binnenkant komen de gegevens, plus natuurlijk de geboortedatum en het gewicht en de lengte. En we hadden dan qua papier, hadden we uitgekozen dit als envelop, een beetje zandkleurig. En dit als kaartje zelf. Dat vond ik wel heel mooi. Je ziet het niet heel goed, de glinstering, maar er zit een beetje een parelmoerglans op. En de lettertypes doen we dan in een combinatie van goud en een beetje grijzig, ja, hè, zei u. Grijs. Ja, warm grijs. Dat is wel een. Het zal nog iets warmer mogen. Minder hard, inderdaad. Ja, ja. Dan zwart. Oké, nou, dan dat is snel. Nog nooit zo snel buiten gestaan, ergens, maar helemaal goed. Nou, de kaartjes die zijn gelukt, die hebben we gekozen. Dat is snel gegaan, gelukkig. En ik wil ook bij het kaartje een bijpassend cadeautje voor de gasten. Dus dit gaat ook nog wel vrij moeilijk worden, denk ik. Want daar is ook gigantisch veel keuze in. Maar ik denk dat ik het wel graag klassiek wil houden. Dus ik neig zelf toch wel het meeste. Nou, ik denk zoiets. Dit vind ik wel, vind ik wel stoer, zeg maar, op deze manier. Ja. Dus is het misschien mogelijk om bijvoorbeeld... Kan het doosje bijvoorbeeld in hetzelfde zandkleur als de envelop? Ja. En met het parelmoerkaartje erop. Precies. En met de naam in het goud bijvoorbeeld. Exact. En wat is nog meer een beetje wat in de buurt komt qua... klassieke uitstraling, zeg maar. Ja, dat zijn bijvoorbeeld dat zijn ik heel, ook heel klassieke doosjes, maar die zijn ook heel mooi. Ja. Dus die heeft hij in dit formaat, het is een iets kleiner formaat. Ja. En die heeft hij dan ook in een heel klein. In een wat kleiner. En dat zijn dan bijvoorbeeld in een zakje. Kleine zakjes, waar dat de naam dan op komt. Nee, dat vind ik weer minder, denk ik. Ik vind het toch wel wat chiquer als het van papier is. Doosjes. Waar de naam dan op komt. Het is dan leuk van de mensen. Ze kunnen daar ringetjes of oorbelletjes of iets, ook iets insteken. Even kijken. Dat is bijvoorbeeld, zie ik, dat is dan bijvoorbeeld zo'n flesje. Een flesje. En wat doe je daarin? Ja, dat kan u kiezen. Hè. Dus mensen, we hebben daar al gin in gedaan, amaretto in gedaan. Sommige mensen zeggen van een whisky. Dat kan ook allemaal. Oké. Okay. Oeh, jeetje. En dan heeft u bijvoorbeeld voor de kindjes, nemen de mensen dan bijvoorbeeld ook zo'n doosjes.
waar dat dan eigenlijk, dit zijn dan bijvoorbeeld, eigenlijk meer druivensuikersnoepjes. Ah ja. Dat die iets gezonder zijn voor de kindjes, dan zetten we dan gewoon de naam op. Dat is echt van een klein cadeautje voor de kinderen dan ook eerder. Oké, ja. Even kijken, wat vind ik hiervan? Ik ben allergisch voor strikjes op een of andere manier. Dus het was ook heel moeilijk een babykamer kiezen. We gaan dus voor deze. Dit model. Zandkleur. Paramour. Naam in het goud. Gouden knopje. En dat is heel leuk, want we kunnen ook paramourkleurige suikerboontjes erin doen. Oh ja, kijk. Ziet u, je ziet het hier. Ja, oh, dat wil ik. En dan één gouden, hè? Geen erin steken. Ja. Nou, lekker over de top. Ik hou ervan. Zo, nou, ik ben echt super blij met de uitgekozen kaartjes. Misschien een tip. Ik heb toch gemerkt dat het het beste is om zelf je kaartjes samen te stellen. Want de meeste standaard formats vind ik persoonlijk niet heel erg mooi. Mocht je in België wonen, dan is Papeterie Leijsen zeker een aanrader. Want zij doen eigenlijk precies wat je vraagt qua lettertype, qua papiersoort, qua look and feel. En ik denk dat de meeste moeders dat toch wel heel erg leuk vinden. Dus deze week krijg ik een conceptje toegestuurd. En ik zal proberen, als het op tijd is voor mijn vlog, om het natuurlijk met jullie te delen. Wordt vervolgd. Zo, lieve kijkers, dat was het weer voor deze week. Leuk dat jullie hebben gekeken. Uiteraard hebben we natuurlijk ook nog altijd de bekende afsluiter. We hebben vorige keer een winactie gedaan. En dat was dit keer wie wint een gratis Sizero afslankbehandeling. En dat is Mamali 6 geworden. Althans, het account heet Mamali 6. Mamali 6 die volgt ons al vanaf het begin en geeft ook altijd hele leuke commentaren onder elke vlog. Dus daar willen we haar een keer voor belonen. Maar Marie 6, stuur even een mailtje naar info@sizero.nl en dan zorg ik ervoor dat de dames van het hoofdkantoor een afslankbehandeling voor je plannen in een salon naar keuze. Nou, en dan natuurlijk nog even voor volgende keer neem ik jullie mee naar Dubai. In Dubai heb ik een babymoon gepland, of althans Hans heeft dat voor mij gepland. En het is ook een beetje mijn verjaardag, die zal daar ook worden gevierd. Dus ik hoop dat jullie je abonneren en ook volgende keer weer gezellig met me meekijken. Tot dan!